Dit is de eerste keer dat we hier komen. Tenminste, ik dan. Wat leuk. Speciaal voor de beaches. Voor wie komen jullie hier vandaag? Voor de beaches natuurlijk. Voor wie komt u hier vandaag? Voor de beaches. Ik kom speciaal vanuit Barcelona naar de beaches. Helemaal vanuit Barcelona, tijd vrijgemaakt alleen om de beaches te zien. Ja. Spike City! Ik sta hier naast The Bee Gees Forever. Yeah. Hallo mannen. Hallo. Hoe was het? Het was te gek. Ja, het was knallen. Energie geven. Het was heel heet. Dus het was ook een beetje voorzichtig doen en veel water drinken. Maar het was echt een feest. Spike Nissen, gaan we lekker! Hoe leuk is dit, dames en heren? Ja, Spike Nissen, sommigen van jullie weten dat, maar ik ben hier gewoon geboren en getogen. Het is een thuiswedstrijd, man. Heerlijk. Ik zie gewoon mensen die ik al 20 jaar niet heb gezien, die zie ik nu ineens in het publiek. Maar het is ook leuk, want ik heb een soort thuis. Dus ik zie mijn ouders staan en ik zie mijn kapper staan. Dat is toch leuk? Nou, het is gewoon heel leuk om op een plek te zijn waar je natuurlijk heel veel bekenden ziet. Dus ik heb zelfs een oude voetbaltrainer zag ik ertussen staan. En een collega van de Jumbo waar ik ooit gewerkt heb. En mijn ouders waren er, mijn zoontje was er. Dat is echt heel leuk. En de burgemeester. En de burgemeester was er. En toen viel de stroom uit. Dat was jammer. Ja. Maar hij zei hele lieve dingen. Vooral over Mike. En, het is echt wel heel bijzonder. Het was een mooi moment. Het was een onvergetelijke. Ja, ja, mooi om te horen. Jullie zijn natuurlijk in een korte periode echt in één keer heel groot geworden. Uitverkochte shows, theatertour, interviews. Hoe is dat voor jullie om zo mee te maken? Nou, dat is een beetje wennen. Maar we raken er langzaam in, zeg maar. We komen er lekker in, zo langzamerhand. Ja, het lukt steeds beter om jezelf te zijn. Het lukt steeds beter, ja. Ja, het is zo snel gegaan dat je ook... Ja, ik vraag me ook wel eens af of we er überhaupt tijd hebben om over na te denken. Ja, je wordt geleefd. Dat wel echt, maar dat is geweldig. Het is echt een droom. Vanavond bij Helene Hendricks hoorde ik jullie zeggen. Hebben jullie er een beetje zin in? Super veel zin in. We gaan ook iets heel bijzonders doen. We zijn bezig met om een nummer uit te brengen. En dat gaan we vanavond allemaal verhullen. Ja, verhullen. Onthullen. Ja, onthullen. Ja. Als je het verhult, dan weet je het wel. Ja. Zo zie je dat. Ja. Ja, want jullie waren nog op zoek naar een nieuwe naam. Hebben jullie die al gevonden? Ja, die hebben we dus gevonden. Die gaan we dus vanavond op SBS bekendmaken. En dat is dus de nieuwe naam voor de single. Ja. En de nieuwe naam is... Ook te horen dat er een vrouw is in het publiek en die is helemaal vanuit Barcelona gekomen om naar jullie te kijken. Hey. Wauw. Barcelona? Spanje. Spanje, Barcelona. Ze is vanuit Barcelona naar Sittard gegaan en via Sittard hier naartoe om jullie te zien wat ze jullie zo vet vindt. Oh, wat de fuck. Kunnen we die mevrouw nog traceren? Want dat is misschien wel leuk om even snel te ontmoeten. Hebben jullie nu nog iets op de planning staan binnenkort waarvan je zegt, daar kijk ik echt heel erg naar uit? Behalve Helene Hendricks van vanavond. 28 september de Gelredome. Daar kijken we heel erg naar uit. En dan 13 oktober staan we in Ahoy. En in januari doen we dat grapje nog 4 keer. In Ahoy, ja. Onze theatertour begint bijna. Dus er is genoeg om naar uit te kijken. We leven echt van dag tot dag eigenlijk. Ja. Druk schema ook met oefenen en zo. Want ook als wij jullie net weer op stage zagen. Jullie hebben zo'n chemie onderling. Hoe doen jullie dat? Ja, hoe doen we dat? Nou, veel spelen. Ja, wij spelen zo verschrikkelijk veel. Je ziet elkaar meer dan je eigen vrienden en familie. Dus je wordt als het ware bijna een soort gezin met elkaar. En dat, dat is een hele fijne combinatie van mensen. Ook met de crew. Die echt voelt als een klein familietje waarmee je op pad bent continu. En daardoor is het, daarom is het ook op het podium zo leuk. Omdat we gewoon, we houden gewoon van elkaar. Zo simpel is het, ja. Ja, zo simpel is het gewoon. Ja, dat is het. Laat je horen!
speciale artiest hier gekomen? Ja, DJ Yuri. Ik sta hier naast DJ Yuri! Yuri, hallo! Hey! Hoe is het met je? Ja, goed. Het is lekker vol, lekker warm, 30 graden. Dus het sfeer zit er goed in, dus top. Ja, want dit is natuurlijk alweer jouw derde jaar op rij. Wat vind je hier nou zo leuk aan? Ja, gewoon sowieso in je stad waar je woont, met alle mensen. Het is gewoon superleuk. Zoveel mensen voor je, super. Ja, tussen de verschillende artiesten door hou jij eigenlijk de sets een beetje bezig. Ja. Hoe hou je het publiek een beetje levendig, dat ze erin blijven? Nou, ik probeer wel tussen de artiesten door een beetje te draaien wat bij de artiest past. En wat er dat ik niet te gek maak voordat hun komen. Maar als ze zo meteen afsluiten, ja, dan kunnen we wel een beetje gek doen weer. Dus, en een beetje dat mensen wel een beetje mee kunnen zingen, mee dansen, om een beetje beweging erin te houden. Nou, ik heb ook begrepen dat jij niet alleen DJ bent hier bij het Spijkenisse Festival, maar dat jij nog veel meer dingen achter de schermen tot jou neemt. Ja, klopt. Ik heb dit jaar ook mogen meedenken met de line-up en ja, dat is wel echt leuk om te mogen doen. Heb je binnenkort nog iets op de planning staan wat je gaat doen? Ja, maar dat is heel veel, dat weet ik eigenlijk niet helemaal uit mijn hoofd. Wel allemaal leuke dingen. Ja, ja, sowieso. Edwin Evers. Jazeker. Hi Edwin, leuk dat je er bent. Nou, dankjewel. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er onwijs veel zin in. Wat een geweldige dag. Zondagmiddag, zonneschijn. Volgens mij hebben de mensen er zin in. Dus ja, wordt hartstikke leuk, denk ik. Wat verwacht je van vandaag? Ik verwacht een knallend eindfeest. Want volgens mij zijn wij de laatste. En ik heb gehoord wat er allemaal al voor ons geweest is. En ik zat net even naar de Bee Gees Forever te kijken. En ja, we willen dat natuurlijk even goed afsluiten. Jullie hebben net de strandtour, strandfestival Zand achter de rug. Ja. En jullie zijn bezig met de 80s en 90s tour. Ja. Hoe bereiden jullie je voor op zo'n drukke periode? Nou, de 80s en 90s tour, daar zit best veel werk in. Omdat we ja, echt teruggaan naar die tijd. Ook met, daar steken we heel veel tijd in dat het ook allemaal klinkt zoals het moet klinken. Dat repeteren we dan 2 dagen en dan gaan we toeren. En ja, dan is het eigenlijk alleen maar uitvoeren. Dus dat valt op zich wel mee. Ja, je speelt dan 3-4 keer per week, maar het is ook ontzettend leuk. Dus ja, wat mij betreft, hoe drukker, hoe beter. Jullie hebben voor jullie tour ook de Gouden Ticket Award gewonnen. Ja. Hoe voelde dat? Ja, dat is heel gaaf, omdat het is niet meer zo vanzelfsprekend voor heel veel artiesten. Zalen, er is natuurlijk heel veel, dus gigantisch veel aanbod. En ja, wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat onze shows altijd uitverkopen ver van tevoren al. En ja, het feit dat dat geen vanzelfsprekendheid is en dat bij ons wel lukt, daar ben ik wel heel erg blij mee. Dus ja, het is wel een mooie bekroning voor alle tijd en energie die we erin stoppen. Dus ik vind het heel leuk. Ja, dat begrijp ik wel. Nou, ja. Jullie staan ook al sinds 2002, begreep ik, bestaan jullie al. Ja, we zijn oude knar al, hoor jij. Wat is nou jullie geheime recept om het zo lang vol te houden? Ja, dat weet ik niet. Dan moet je straks even kijken en dan kom je er misschien achter. Ik denk, plezier is wel heel erg belangrijk. Iedereen vindt dit echt heel erg leuk om te doen. En ja, we hebben ook een beetje geluk. Je ziet nu de Bee Gees Forever, weet je wel, coverbands zijn ook een beetje hip op dit moment. Nou, wij doen dit al 22 jaar, dus we waren onze tijd ver vooruit natuurlijk. Dus ja, het repertoire wat we spelen is denk ik ook voor heel veel mensen feest der herkenning. Dat werkt ook natuurlijk altijd goed. Dus, maar goed, als je het zeker wil, moet je straks even kijken. Is er nu nog iets wat er bij jullie op de planning staat waar jullie heel erg naar uitkijken? Nou, we kijken altijd voor, gewoon niet verder dan het eerstkomende optreden, zeg maar. We moeten natuurlijk wel een beetje voor volgend jaar zijn we aan het kijken wat we gaan doen. Dat weten we nog niet precies. Dus we plannen niet te ver vooruit, maar ja, ik hoop dat we nog heel lang op deze manier door kunnen gaan. Met dit soort shows, openlucht theaters, gewone theaters, dat soort dingen. Dus ja, gewoon lekker blijven spelen.